of pepernoten? Pepernoten! En marsepein. En taai-taai poppen. Chocolade letter. Ook lekker. Wat vind jij lekker? Die harde balletjes. Harde balletjes. Harde balletjes. Die ken ik niet. Marsepein. De krijtnoten. Gewoon de pepernoten. Of de echte pepernoten. Oh, wacht, hij heeft ze in zijn zak. Oh, hij gaat ze laten zien. Spannend. Ja, dan komt hij iets uit die zak. Oh nee, het is een capuchon, hè? Ja. Even. Moeten we je even helpen? Ja. Ga maar eens kijken. Ah, kijk, wow, pepernoten. Oh, een wortel. Die zijn lekker. Wortels? Penny, voor het paard. Heeft hij wel veel honger altijd? Dat ja, natuurlijk. Ja, hij is allemaal op. Ja? Ja. Zo op zo'n dag? Nee, hij wordt nog meerdere dagen eten. Met vliegtuig. We zijn een luxe pieten. Ik heb nog geen vliegtuig gezien, maar ik vind het best wel cool. Hallo jongens, ik ben van het Stadsdeeljournaal Scheveningen. En ik ga kijken als ik kinderen kan vragen. Wij wachten hier op Sinterklaas, want Sinterklaas die komt uit Spanje. Mooi hè? Wat vind je leuk aan Sinterklaas? Gewoon dat je schoen mag zetten en dat je cadeautjes krijgt. En dat je gewoon hier heen kan voor de intocht. Dat vind ik allemaal leuk. Als je lust dan, doe dan met me mee. En linkerbeen, rechterbeen, draai je onderhand mee heen. Handen vast, zwaai je maar, buiten in de dans is klaar. Linkerbeen, rechterbeen, draai je onderhand mee heen. Handen vast, zwaai je maar, buiten in de dans. Linkerbeen, rechterbeen, draai je onderhand mee heen. Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Nike Air Max, een robotpaard en een robothond. Vind je het leuk in Scheveningen? Ja, ik vind Scheveningen heel erg leuk. Super leuk. Woon jij in Scheveningen? Ja. Ja? En als je bij Sinterklaas werkt, is dat hard werken? Nou, dat is... Vlak voordat we naar Nederland gaan is het heel hard werken, want dan moeten we natuurlijk alle cadeautjes inpakken en heel veel pepernoten en kruidnootjes bakken en dat soort dingen, dat moeten we dan doen. Maar voor de rest van het jaar hebben we het best wel een beetje rustig en dan mogen we uitrusten. En hoeveel pieten denk je als je hebt? Hoeveel pieten? We hebben... 500 pieten. Maar niet iedereen zit op de boot, want ik ben ook niet, want zoals je ziet, ik ben ook niet op de boot, want ik ben een beetje zeeziek. Vind jij het leuk om bij Sinterklaas? Ja. Wat wil je het liefste hebben? Quo. Heb je nog meer dingen wat je wil hebben? Ik wil bij een camera, want dan kan ik zelf YouTuber worden. En vind je dat leuk? Ja. Jij bent groot YouTuber. Ja, en wat vind je leuk aan Sinterklaas? Dat hij in Nederland is. En vind je het leuk dat je een pepernootje brengt? Ja, natuurlijk. Heb je wat pepernoten of marsepein gegeten? Ja. En vind je het lekker? Ja. Ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit. De smid moest er lachen, toen klapte zijn band. Hij plakte zijn band, toen kon fiets weer fietsen door heel Nederland. Hij kwam bij een stoplicht en reed toen door rood. Hij kreeg toen een bekeuring van één pepernoot. Yay! Vind jij de pepernoten lekker? Ja, en ik ben ook heel zenuwachtig. Dat Sinterklaas aankomt en dat alle kinderen heel veel cadeautjes krijgen. En welke cadeautje vind je het leukste? Nou, ik vind de cadeautjes altijd heel leuk. Die iets van met Playmobil of zo. En welke cadeautje wil je echt hebben? Playmobil. En vind je cadeautjes leuk? Ja. En als je Sinterklaas ziet, wat ga je dan doen? Dan ga ik heel hard juichen.
hij wil ons cadeautjes geven. Sinterklaas cadeautje, gooi je cadeautje, gooi wat in mijn laarsje, dank je Sinterklaasje. Wat wil je het liefste hebben? Gewoon. Heb je nog meer dingen wat je wil hebben? En ik wil alleen een camera, want dan kan ik zelf YouTuber worden. En vind je dat leuk? Ja. Jij bent groot YouTuber. Ja, en wat vind je leuk aan Sinterklaas? Dat hij Nederland is. Ik, zeker. En het is altijd heel bijzonder om dat te doen. En je ziet al die kinderen die langs de kade staan. En die hebben van die verwachtingsvolle snoetjes. En dan ineens is Sinterklaas daar ook. En dan gaat het helemaal op straal. En dat is geweldig om dat van zo dichtbij te zien. En het is natuurlijk heel bijzonder om Sinterklaas als eerste de hand te mogen drukken als hij met zijn voet op de grond komt. Ja, hij is blij. Sinterklaas is weer blij, want het was niet te zien op het podium. Ik kon het podium niet goed zien. Sinterklaas is helemaal gelukkig. En u ook? Ik ben helemaal gelukkig ook en ik ben blij dat Sinterklaas weer aangekomen is. We hebben heel veel kinderen een hand gegeven. En ik zie aan Sinterklaas dat hij ook weer blij is dat hij aangekomen is met de stoomboot. Want dan moet je ook altijd helemaal afwachten. Want gisteren was het mistig. En toen waren we natuurlijk allemaal wel een beetje bezorgd of je het wel goed zou kunnen vinden. Maar vandaag is het super weer. En Sinterklaas is aangekomen en we zijn heel, heel blij. Wat ontzettend fijn dat ik hier nu aan het begin van mijn rijtour door Den Haag sta met mijn lieve Americo. En ik hoop heel veel kindjes langs de kant te zien, hè Americo? Wij hopen ze goed te zien, hè? Tot straks! Vol plezier doen we de laatste keer mee, alles voor de kinderen. Het is fantastisch weer. De zon schijnt, het wordt wel heel erg koud aan het eind van de dag. Tot nu toe is het natuurlijk geweldig weer. Het zal wel heel druk zijn onderweg. Maar daar doen we het voor, hè. De paarden zijn in het begin altijd wat onrustig. Omdat de zaak in beweging is. En er